Het gedicht van vandaag is van Rolf en ik vroeg Rolf den Otter wat ik over hem mocht vertellen. En dit schreef hij me. Dat ik op de lagere school erg slecht was in Nederlands, bij mijn CITO had ik een score 99 en 100 voor alle vakken behalve taal. Daar scoorde ik 44. Dat na diverse omzwervingen ik nu lesgeef op de Hogeschool Rotterdam in communicatie en multimedia technologie en probeer mijn PhD over geluid en marketing af te ronden aan de TU Delft. Dat voorlezen fun is en dat ik hoop dat podcasts zoals deze, die kleine Tiny Podcast, ertoe bijdraagt dat mensen elkaar weer verhalen vertellen. Ik laat jullie niet langer in spanning als het over Rolf gaat. Uh, neem een kopje koffie of thee of een aperitiefje. Misschien is het wel tijd voor een glaasje wijn of porto. Laat je even meenemen door Rolf. Van de straten in zijn buurt rechtstreeks de geschiedenis en allerlei tot de verbeelding sprekende liefdesgeschiedenissen in. Ja, het kan raar lopen in het leven. Dan is het ineens coronatijd en loop je over straat en dan zie je bordjes staan van straatnamen. Catharina Laskaya, Jacobus Bellamy. Wie zijn die mensen? En ja, omdat je toch even wat meer tijd over hebt, ga je dat eens een keertje nazoeken op internet, Google Books bijvoorbeeld. En je komt in een wereld terecht, dames en heren, een wereld dat je denkt van waarom is dit niet veel bekender? Er zitten zulke mooie zinnen bij wat die mensen geschreven hebben. En hun levens. Waarom zijn daar geen Netflix-series over gemaakt? Waarom? Nou, ik zal u even meenemen naar die twee dichters. en vertellen wat mij zo fascineert. Katharijne Lascaille. Ze wordt ook wel Katarina genoemd. Maakt even niet uit. Maar Katharijne Lascaille. Dat was een hele bijzondere vrouw. aan het eind van de 17e eeuw. Bijzonder omdat zij uitgeefster was. Ze had haar eigen uitgeverij. En na haar dood heeft haar neef bijna al haar gedichten uitgegeven. Dat was voor een vrouw eigenlijk nog nooit gebeurd. En toen ze heel jong was, toen bleek al dat ze heel veel talent had. Zij zat bij Joost van den Wondel, hemzelf, op schoot. Die was 70, zij was 11. En zij las haar gedichten, haar kindergedichten voor. En Joost had zoiets van, oké okay, meisje, jij gaat voortaan door met dichten. Dit, is, dit heeft zo'n kwaliteit, hier moet je door mee gaan. En dat deed ze. Ze schreef toneelstukken, vertaalde toneelstukken. Die werden in de Amsterdamse Schouwburg werden die opgevoerd. En zij verkocht de programmaboekjes bij andere toneelstukken. En daar kon ze aardig mee aan de kost komen. Alleen haar liefde. Zij was ongetrouwd. Maar waarom was zij ongetrouwd? Zij schreef allerlei brieven aan vriendinnen van haar. En ja, tegenwoordig de tijd doen die denken dat er misschien wel soms wat meer speelde tussen de schrijfsters. En dit is zo'n mysterieus gedicht. Gaat dit nou over een andere man? Gaat dit over een andere vrouw? Maar er zitten zulke prachtige zinnen in. Het heet Anders aan de Liefde. En waar gaat dat gedicht dan over? Nou, de hoofdrolspeelster van dit gedicht, die kan niet slapen s'nachts. Want ze moet steeds aan iemand denken. Wie? Dat is onduidelijk. Maar die ander had niet genoeg dat die op de borst van Catharina uh, heeft, uh, heeft gelegen. En dat ze elkaar gekust hadden. Blijkbaar wilde die ander meer en blijkbaar is het uitgegaan. Maar elke nacht droomt ze nog van die ander. Sterker nog, er staat een hele mysterieuze zin in, daar ga je tot ander spijt gedurig komt vernachten. Dus tot spijt van ander iemand speelt die ander steeds in het hoofd van Catharina. En dan komt er eigenlijk die prachtige eindzin, zo heb ik in de min, hoe kort te lang geleefd. Hoe verzin je dat? Maar ik zal hem, ik zal hem voorlezen. O zoete stoorde van mijn slaap en zachte rust, O lieve vijand, die mij, al te vroeg voor het dagen, Zo onmeedogende bestrijdt met minnelijk plagen, Eer Venus aan het gestarnd haar mars ontvond met lust, Waar het niet genoeg dat gij uw vlammen had geblust aan mijn kuise borst, En daaruit weggedragen mijn hart, wanneer uw oog het mijne kon behagen, En mij verrukt had, als uw mond mij had gekust. Het schijnt neem. De liefde brengt uw beeld in mijn gedachten, daar gij, tot anders spijt, gedurig komt vernachten en maakt u dichterbij, hoe verge van mij zweeft. Helaas, wat doe ik dan om slaap en rust te rapen? Doch zijn die nooit op aard voor het minnend oog geschapen? Zo heb ik in de min, hoe kort, te lang geleefd. Nou, daar kan je toch allerlei dingen bij. Uh... Blijven zien, daar, daar komt een hele, hele aflevering van, de, wat zeg ik, een serie van Netflix uit. En um, hetzelfde geldt voor Jacobus Bellamy. Dat was een Zeeuwse dichter. Een Nederlandse Zeeuwse dichter aan het einde van de 18e eeuw. En Jacobus was een bakkersknecht. Maar een erg slimme bakkersknecht. En ook een hele literair talentvolle bakkersknecht. En die was verliefd op Fransje. Zijn grote liefde. En hij noemde die zijn Philis. En deze Fransje. Ja, diens moeder vond het nou niet echt geweldig dat Fransje iets had met een bakkersknecht. Dus ja, wat moet je daarmee? Dat is toch geen man voor de toekomst? Dus, wat gebeurde er? Moeder plande een plot. En die zorgde ervoor dat Fransje zich ging verloven met een ander. Nou, Jacobus helemaal in de kreukels, maar die uiten het in zijn gedichten, in prachtige liefdesgedichten. En die werden ook gepubliceerd en die waren heel erg populair. En Jacobus ging theologie studeren in Utrecht. En toen gebeurde, oh oh, het wonder, de plot twist. De verloofde van Frans ging zomaar ineens dood. Hé, hey, en die Jacobus in Utrecht, die gaat later predikant worden. Oeh, dat is misschien een goede partij. En kijk eens naar de gedichten die hij schrijft. Dus moeders vindt het ineens niet meer erg dat uh, dochterlief uh, wat met uh, Jacobus begint. En uh, schrijft een brief. Jacobus komt vanuit Utrecht naar Zeeland terug. En ja, die ontmoet daar Fransje en uh, zijn filis. En hij gaat weer terug. En dan, oh noodlot, oh bittere twist. Jacobus wordt ziek en gaat dood. Ja, misschien niet zo'n heel erg happy end. Maar uh, het mooie is dat Fransje is haar hele leven ongehuwd gebleven. Heeft, uh, is bewaakster geweest van het werk van haar grote geliefde. En... De, de gedichten van Jacobus zijn in het Frans vertaald, in het Italiaans vertaald, in het Duits vertaald. En hij was dus echt een van de grote dichters. En als je dit leest, dat heet Anfiles, oftewel Fransje, dan denk je bij jezelf: van, waarom is dit niet bekend eigenlijk? Niet meer bekend. Als andere meisjes roemen: ik heb een rijke minnaar. Hij heeft onmeetbare schatten. Hij geeft mij menigmalen de prachtigste geschenken. Dan moet gij, liefste Filis, Helaas, dan moet gij zwijgen. Wen andere meisjes roemen: Ik heb een schone minnaar. Geen man was immer schoner. Mijn minnaar is de schoonste minnaar van alle schone mannen. Dan moet gij, liefste Phyllis, helaas, dan moet gij zwijgen. Maar roemen andere meisjes: Ik heb een tedere minnaar. Zijn hart is vol van liefde. Hij ademt niets dan liefde. En ik, ik ben zijn alles. Dan kunt gij, liefste Phyllis, dan kunt gij met haar roemen. Ik heb een tedere minnaar. Zijn hart is vol van liefde. Hij ademt niets dan liefde. En ik, ik ben zijn alles. Nou, als dat in zo'n Netflix-serie gezegd wordt en uh, ja, het verhaal komt naar buiten, dan uh, weet ik zeker dat het een gigantisch succes wordt. En zo zie je, weet je, al die oude gedichten, die, daar zit echt leven in. Die mensen die leven ineens. Het waren geen... Stijve marmerbeelden beelden en die uh, stijve gedichten schreven. Nee, vroeger zijn er ook al prachtige gedichten geschreven. Dwars over de tijd heen horen we al die liefdesverhalen. Nou, dat fascineerde me nou ontzettend mateloos. Dus um, ja, ik duik er verder in en ik hoop nog meer te vinden. Jeetje, ik zou zeggen, duik ook die, uh, die archieven in en kijk, kijk in die oude boeken. Kijk bij Google Books, kijk bij de Nederlandse bibliotheek. Wie weet kunt ook u... Allerlei mooie dingen vinden. Dat was de boodschap die ik had eigenlijk aan de wereld. En nu mag u weer verder aan het werk, aan de slag. Uh, Zoom meetings gaan doen. Uh, lekker aan de Excel sheets. En uh, ik hoop dat u een goede dag heeft. Dankjewel Rolf. Ik geef je een 99, eh, 99, sorry, en stuur deze poëziepauze maar even door naar je leerkrachten uit de lagere school. Stiekem, stiekem hoop ik dat je nog meer van deze poëziepauzes in je mouw hebt zitten en er voor ons zal uitschudden, want voor mijn geestesoog spelen zich allerlei Netflix-serie-waardige tafereelen en intense liefdesgeschiedenissen. Af, dankzij deze poëzie, pauze. Zo. So.